Goedendag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Dit keer beginnen we niet in Nederland of in Europa, maar in Australië. In het westen van Australië is het schitterend weer, temperaturen 25 tot meer dan 30 graden. In het zuidoosten zien we diverse buien vallen. Ook in Nieuw-Zeeland is het trouwens wisselvallig weer. Maar het meest spectaculaire weer dat vinden we in het noordoosten van Australië. Daar trekt namelijk een tropische orkaan langs en die gaat daar dus voor zeer slecht weer zorgen. Dat kunnen we wat beter zien als ik naar een andere kaart ga. Dit is de kaart van Europa. Even aanpassen naar Australië. Dat doen we op die manier. Dan tonen we daar de satelliet. En ik zal hem nog iets beter in beeld brengen. En als we dit dan in beweging zetten, dan zien we die hele grote pluk met bewolking. Die zien we langzamer richting het noordoosten van Australië trekken. En dat zorgt dus echt voor zeer slecht weer daar. Op dit moment is er nog geen oog zichtbaar, maar uit de laatste satellietfoto's zien we zelfs een oog ontstaan. De orkaan Ita heeft de categorie 5 inmiddels gehaald. Dat is de hoogste categorie, dus het is echt extreem weer. Veel regen, hoge golven aan zee en ook nog eens heel veel wind. Bekende plaatsen in die regio zijn Port Douglas en Cairns. Iedereen die naar Australië is geweest, is waarschijnlijk ook in een van die plaatsen geweest. Dat is de komende 24 uur daar. Bij ons is er wat minder aan de hand. In Europa zien we een wisselvallig weer in het noorden, vooral in Noorwegen en Zweden, maar morgen later op de dag wordt het ook in Finland slechter. Het is daar nog licht winters met regen en in de noordelijke regio's ook sneeuw. En de hoogste temperaturen vinden we in Spanje, in het zuiden wordt het daar 27 graden. Bij ons hadden we vandaag te maken met veel wolkenvelden, in het uiterste zuiden scheen de zon en ook in het noorden brak de zon door. En in de loop van de dag ontstonden er een paar buitjes in het noordoosten en oosten, maar die trekken vanavond geleidelijk weer weg. Vanavond is nog een lokale bui, maar op de meeste plaatsen droog weer en afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Temperaturen rond een uur of 9, 11 graden. In de loop van de nacht komen er meer opklaringen en in de opklaringsgebieden daalt het kwik naar een graad of 4. Onder het wolkendek is het 7 tot 9 graden. Verder heel weinig wind en het is overal droog vannacht. Morgen overdag blijft het niet overal droog, in de ochtend breiden de opklaringen zich verder over het land uit, steeds meer plaatsen dus zon, maar in de middag kan er her en der een buitje gaan ontstaan. Denk dat het in het zuidwesten grotendeels droog blijft. Temperaturen 11 à 12 graden langs de noordwestkust tot zo'n 14 à 16 graden in het binnenland. De wind neemt morgenmiddag toe naar windkracht 2 tot 4 en die komt dan uit noord tot noordwest. Dan het weekend weer. Zaterdag en zondag blijft het droog. Zaterdagochtend kan het hier en daar wat grijs en nevelig zijn, maar in de loop van de dag breekt de zon weer door. Zondag ook overal zonnige perioden, droge omstandigheden. Zaterdag staat er weinig wind, zondag neemt de wind weer wat in kracht toe. Maandag neemt de kans op buien toe. Of ze echt gaan komen, is nog onzeker. Er zijn ook modellen die het voor maandag droog houden. Dat wachten we rustig af. Eerst morgen en een droog weekend. Ik wens u een prettige avond.